Op zich staan wij natuurlijk voor asielzoekers, de mensen die het nodig hebben. Een bekend voorbeeld zijn de mensen uit de Oekraïne. Maar dit is wel een groep waarvan je nu moet afvragen. Staat onze inwoners, staat onze bevolking daar nog wel achter? Is er wel draagvlak voor? En zomaar 500 asielzoekers opdringen aan de bevolking. Dus alles in geheimhouding dat bepalen en niet aan de voorkant met onze inwoners afstemmen. Ja, dat vinden wij een buitengewoon onjuiste gang van zaken. En we hebben ook duidelijk gecommuniceerd, hoe kun je het eigenlijk maken om 500 asielzoekers in een lekkere warme hal te laten overwinteren. Terwijl wij zoveel kwetsbare inwoners hebben die gewoon dreigen, laten we dat maar gewoon eerlijk zeggen, dood te vriezen met de winter. Door de energiecrisis? Ja, door de energiecrisis. Iedereen zit in die energiestress nu. Herfst staat al voor de deur. Denk om je eigen inwoners nu. Heel soms moet je zeggen, nu kan het niet. Nou, wettelijk gezien mag het college dit besluiten door die gemeentewet. Alleen had jij misschien het proces graag wat breder gezien? Nou ja, volgens de gemeentewet staat dat, maar zo simpel is het vaak niet. Er moet wel een duidelijke afweging in gemaakt worden. Want zomaar iets achter beslotenheid in het geniep te bepalen, daar moet echt heel zorgvuldig een afweging aan vooraf zijn gegaan. Want onze inwoners hebben ons gekozen. Dus je maakt dan de afweging, doen we het in het geheim, tegenover onze democratie. Nou, en zomaar zeggen we doen iets in het geheim, zonder de gemeenteraad mee te nemen, is buitengewoon onjuist, vinden wij. Ja, je hebt vanavond ook gesproken met een aantal inwoners. Wat hoor je voor reacties? Nou, tot mijn verrassing, exact hetzelfde. Hoe kunnen ze zo voor de asielzoekers zorgen en niet voor onze inwoners die straks in de winter en in de herfst in de kou zitten? Ja. Nou, het gaat toch gebeuren uiteindelijk. Het proces is gelopen, zoals het heet. Wat gaan jullie nu doen? Want die mensen komen er en uiteraard moet er ook worden verder gesproken met die bevolking, neem ik aan. Ja, we staan hier nou voor een voorlichtingsavond voor de inwoners. Dus weer lekker achteraf de besluitvorming. En we hebben gisteren een persbericht gedeeld. Ik verwijs ook naar onze Facebookpagina BBB LMG. De boer-burgerbeweging Leefbaar Midden Groningen. Waarin wij duidelijk kenbaar maken dat wij niet genoegen nemen met deze gang van zaken. En er komt een vervolg. Ik zou zeggen, hou het in de gaten.